Gert-Jan Tullemans die is bij ons aangeschoven. En Gert-Jan Tullemans die gaat ons even bijpraten over de sacramentsprocessie. Want die gaat weer door de binnenstad van Weert. Gaat die gehouden worden op 30 mei. Terwijl mijn microfoon hier gewoon van de standaard afvalt. Dat is een eeuwenoude traditie. En die moet in stand gehouden worden. Of niet, Gert-Jan? Ja, dus inderdaad, hè, daar zijn we heel voor. Misschien een stukje terug voor de luisteraars, hè, die sacramentsprocessie. Sacramentsdag, wat is dat precies? Ja. Ja, dus wat vieren we eigenlijk? We vieren, ja, zit die zo beter? Ja. We vieren de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gedaante van brood en wijn tijdens en na de Eucharistieviering. En in een theologische term heet dat de transsubstantiatie, een heel moeilijk woord. Mm-hmm. En in tegenstelling tot de protestanten doen wij dus als katholieken, zeggen we dus dat wij Christus altijd aanbidden, niet alleen tijdens de Eucharistie, maar ook daarna en daarvoor. Ja. En vandaar dat wij in de kerk ook altijd een tabernakel hebben waar we het lichaam van Christus bewaren. Dat is in de Martinuskerk de linker altaar. Maar ook dus dat wij dus naar buiten trekken in de sacramentsprocessie die dus aanstaande donderdag plaatsvindt. Ja. Ik zeg dan, het is een optocht waar alle beelden uit de kerk gehaald worden. Of zeg ik het dan heel verkeerd? Er loopt geen beeld meer uit de kerk. Nee, het is geen optocht, het is een stoet, zoals we het zo netjes noemen. Maar wij maken er wel iets moois van. Want we willen natuurlijk, ik wil zeggen dat als we naar buiten trekken, dat het een mooie stoet is, dat het een mooie processie is waar diverse groepen aan meedoen. Zodat Weert heel Weert kan zien. Dus dat wij als katholieken er nog steeds zijn. Ja, en waarom is het zo belangrijk dat deze stoet, deze processie, in stand gehouden wordt? Niemand ontkent dat, kun je gewoon zien. De ontkerkelijke in Nederland die neemt heel hard toe. Dus ondanks dat we nog steeds met 3,5 miljoen katholieken zijn in Nederland, wordt dat steeds minder, nog een Weert wordt het steeds minder. Dus omdat mensen niet meer automatisch naar de kerk gaan, komen wij graag ook naar buiten, de kerk op naar je toe. En vandaar dat wij dus naar buiten komen. Dat wij proberen om daar een stukje puurheid, een stukje hoe mooi het geloof is. Hè, dus die puurheid van het geloof, dat we dat willen laten zien. Waardoor we toch misschien mensen kunnen prikkelen. Kunnen laten zien van, goh, er is toch nog meer tussen hemel en aarde. En misschien daardoor geraakt worden. Ja. Hoe ziet die dag eruit, de 8e juni? De 30e mei, sorry. 30 mei, ja. Dus de viering is om 7 uur 's avonds. Dan begint de Eucharistieviering. En aansluitend is dan de processie. Om 8 uur begint die. En we lopen denk ik een half uur tot een 3 kwartier. En dan sluiten we af bij de zusters in de Maasstraat. Ja. Het is ook een speciale dag. 30 mei. Ja. Want? Want dan komt deken Honings, onze nieuwe deken. Die komt voor de eerste keer, komt hij weer, komt hij de mis doen. Ja. Hij komt pas, echt komt hij pas begin juli. Maar hij heeft nu al de moeite genomen om dan de eerste keer de mis te komen doen. Ja, dus begin juni, dat is ook al binnenkort. Hè? Ja, begin juli. Wat, staan ja, daar, begin juli, ja. Wat ja. zijn daar de festiviteiten voor die daarom om ja, dus heen hij gaan? Wordt, omdat we geen bisschop hebben, wordt hij nog niet geïnstalleerd. Want als je geen bisschop hebt, dan kan er ook niemand geïnstalleerd worden. Mm-hmm. Dus hij wordt pas geïnstalleerd zodat een nieuwe bisschop er is. En op wat voor termijn wordt er trouwens een oud priester uit het Weert, zoals het, de oude bisschop, hè? Sorry? Ja, die is toch ooit kaplaan geweest op Boshoven zelfs nog? Onze oud-bisschop, onlangs overleden. Ja, dat klopt. Smeets. Ja. Ja. Ja, dat is die zo kaplaan op Boshoven geweest. En op wat voor termijn wordt daarop verwacht? Als we dat nog eens wisten, dat bepaalt Rome. En Rome heeft zijn eigen... Hebben een eigen klaan, daar heb jij geen invloed op. Daar heb ik geen invloed op, nee. Nee, dus 30 mei, een mooie... Wat gaan we allemaal zien in de processie? Wat vind jij persoonlijk het mooiste aan die processie? Ja, dus op zich is het voor mij moeilijk om daar één ding uit te pakken. Maar er komen verschillende groepen, verschillende broederschappen, zusterbroederschappen. We komen uit Dordrecht, Delft, mm-hmm. Den Bosch. De fanfare uit Molenbeersel komt. Dus het is een mooie stoet. Hè? Eerst een mooie Eucharistieviering, een mooie stoet. En dan de afsluiting bij de zusters in de tuin. Altijd geweldig om daar te zijn, om daar te mogen zijn bij de zusters. We hebben dit jaar ook Antje van de Staatsie, die komt ook langs. Mm-hmm. Die heeft een kleine verrassing in petto. En daarna ze gezellig samen zijn. Hè, zoals dat volgens katholieke traditie behoort. Dat jij hebt het serieuze gedeelte, maar je hebt het gemoedelijke gedeelte. Mm-hmm. En dat is altijd een heel mooi feest wat we daarna hebben. Ja. Nu wordt die processie georganiseerd door het broederschap. Hè? Ja. Wat houdt het broederschap precies in? Het broederschap, dus wij stimuleren de devotie. Hè, dus de devotie tot Maria. Van bijstand, zoals in Weert ook wordt vereerd. En als broederschap doen wij dus de vieringen opluisteren
in de Martinuskerk, maar we treden ook naar buiten. We hebben jaarlijks hebben wij altijd een kerstpakkettenactie. Dat doen we samen met de Weerter Minima Groep. Om zoveel mensen die het minder hebben. Maria van Bijstand, zoals ze in Weert ook wordt vereerd. Om die mensen een steuntje in de rug te geven. Ja. 30 mei, dat is de komende week, komende donderdag. Ja. Ik wens jullie het allermooiste weer toe wat er is. Want dan denk ik dat het ook goed bekeken gaat worden. Naar de zusters brengen, dus misschien dat een verschil maken. Maar vroeger, nu gaat iedereen eigenlijk naar de processie kijken. Maar vroeger was dat niet de bedoeling, hè? Nee, dus dat was ook, ik wil zeggen, vroeger was het ook zelfs zo, als je langs de kant stond, dan knielde je neer als het allerheiligste voorbij kwam. Maar ik wil zeggen, er lopen steeds mensen mee, er staan mensen langs de kant, het is allemaal mooi. Dus iedereen moet doen waar hij of zij zich prettig bij voelt. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Het 30 mei vanaf 7 uur. Martinuskerk. En vanaf 8 uur ongeveer de processie. Ja, processie. Door de route. Route Langstraat. Dan gaan we de Wilhelminusingel op richting het oude postkantoor. Rafaelpad. Onder de Hema door. Rechtsop richting Van Berlostraat. Maastraat in. En dan bij de zusters. Gerrit Tullemans van het Broederschap. Hier hoor je, hier hoor je.